Dag, kijkersboevenkindjes van YouTube. Ik maak elke week een televisieprogramma voor OUTV. Dat is een digitale zender die je in het pluspakket kunt ontvangen. Dat programma heet Margreet Dolman begrijpt het. En dan heb ik prachtige gesprekken in de vensterbank met van alle soorten mensen. Bekend en onbekend, hoogstaand, ook laag bij de grond. Beroemd, niet beroemd, maar altijd interessant en spontaan. En ik laat nu een gesprek zien wat ik in de vensterbank heb gehad. In de vensterbank heb ik Tineke Schouten. Ja. En wat leuk dat je, je bent nu al verbaasd over. Ja, hoe je dat ding. Wat heb jij voor een apparaat aan die vinger? Ik dacht, dat was een hele wilde. Het is een vingercamera. Ja, echt waar. Dus die geeft... Krijg je zo'n lekker rond gezicht van? Zo'n goede, lelijke gebeuren. Nee, heb je mooie ogen. En hier, je ziet er helemaal prachtig uit. En waar kom je nu vandaan? Ik kom nu uit Almere. Ik woon in Almere. Oh, ja. En hoe lang dan? Nou, pas een jaartje of 7. En ik woonde daarvoor in de bossen bij Lage Vuurse. En dan zei iedereen altijd, hoe kun je nu toch naar Almere? Maar nou, je hebt misschien ook de film al gezien van de Oostvaardersplassen en zo. En het mooiste natuurgebied. Nee, het is echt heel mooi. Waar ik maar mijn straat uitloop is... Gisteravond liep ik mijn hondje uit en zag ik weer 4 reeën en een vos. Dus je komt echt... het is prachtig. De lente, ja, dat is genieten. En hoe reageert je hondje op zo'n vos? Hoe? Die hou ik aan de lijn. Want dat is een stukje waar je ze eigenlijk niet los mag laten. Dus dan hou ik me keurig aan de regels. Maar daarbuiten kan die oefenloos rennen en spelen. Ja. Mijn hondje, ja, die gaat wel achter een vos aan. Ik heb trouwens een vos in mijn tuin gehad. Een mankvosje. Die heb ik 's winters bijgevoerd, zeg maar. Ja, ja, want ik had hem wel eens een paar keer zien lopen. Hinken. Toen lag er een pak sneeuw en dan zag je echt zo 3 pootjes met 1 streepje zo. Dat ging de hele tuin door op zoek naar eten. Ah. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dan moet er af en toe maar een kipfiletje tegenaan. Biologische kip, hè? Wel. Ja. Anders eet hij het niet, hè? Nee. Plofkip hoeft hij niet. Nee. Dat is ook wel goed dat die vossen ook al meteen al heel een eigen karakter hebben. En een mankvosje... dat is het toch? Ja, mankvosje. Dat is toch heel zoet. En die raakt ook wel... Want ze kunnen ook gevaarlijk zijn, toch, vossen? Ja, men zei ook, het is niet slim om dat te doen. Want op het laatst, als ik 's nachts uit de show kwam, dan zat hij al te wachten, zeg maar. Hè, 5 of 10 meter achter het huis. En het zijn eigenlijk net katten, want ze wassen zich net als een kat, zeg maar. Oh, je zo heel zoet met, dat ja, zo. En dan zat hij te wachten en dan kwam ik meestal om 1:30, 2 s'nachts. En dan riep ik ook van, moet je nog even een kipfiletje doen? En dan ging ik even kijken. En dan bleef hij wachten. Hij ging niet weg, hij was niet angstig of niet. Maar hij is helaas doodgereden. Ach, zeg, wat een... Ja, dat is ook een drama. Slecht eind eigenlijk. Eigenlijk een slecht eind. Maar dus bij ons is dat inderdaad één zo'n weggetje waar erg hard wordt gereden. En dan vind je gemiddeld een keer of 4, 5 per jaar ligt er wel iets verdrietigs aan de kant. Ja. Oh, maar toen hij nog leefde, het vosje, heb je hem ook een naam gegeven? Een mankenpootje, zei ik. We hebben een mankenpootje. Ja. En wat voor hondje heb je? Wat voor hondje heb ik? Ik heb wel een beetje een jachthondje-achtig. Nou, het is een straathondje. Nee, een asielhondje. Ik heb altijd honden uit het asiel. Oh, ja. Want ik neem nooit een pup. Want ten eerste kan ik geen honden opvoeden. Ik ben een beetje inconsequent. En ten tweede, ja... Andere mensen vinden puppies leuk. Vind ik ook leuk hoor, maar daar moet je heel veel tijd in stoppen. Dat heb ik niet zo. Ik vind het leuk om, ik haal ze altijd uit asiel. Ik heb al een stuk of 6, 7 gehad, denk ik, uit het asiel. Allemaal ook heel oud geworden. Oh. Kan je nagaan hoe oud ik ben. En waar let je dan op als je zo'n hond uit het asiel haalt? Ik wil altijd een beetje degene die... Die het langste zit of zo. Of die, ik vind het ook niet erg als er een probleem aan zit. Nou, ze moeten wel leuk voor kinderen zijn. Ik heb ook een paar kleinkindjes lopen nou. Dus, ja, maar dat weet ze dat er van tevoren of een hond goed is met kinderen? Of dat het een probleemgeval is? Want wat voor probleemgeval aanvaart je nog wel bij een hond? Nou, de eerste die we hadden, toen mijn man en ik waren net getrouwd, praat ik over 30 jaar geleden. 34 jaar geleden. Toen gingen we naar het asiel. Zei, welke zit er het allerlangste? Zei ze, nou deze. Dat was een hartstikke leuke witte hond. En die zat er al
beetje langharig. Het enige probleem wat hij had, hij kon niet alleen thuis zijn, zeiden ze. Maar dat dachten wij, dat is niet zo erg. Wij waren toch altijd thuis. En hij mocht mee naar de zaak. Dus naar het theater hadden we toen de tijd, dus daar mocht hij wel mee. En het was ook heel bijzonder, zeiden ze wel. Wat het leuke kunstje, wat hij kon deuren openmaken. En dat hebben we wel geweten, want na een week of 5, 6 gingen wij voor het eerst samen een avondje naar de bioscoop. We zeiden, nou, we kunnen nou die hond al 1 avondje alleen laten. En we hadden echt een splinternieuw, alles nieuw ingericht huis en zo. Met luxe flexen van boven tot onder. Hele bijzondere, dat was allemaal zo'n design mannetje waren we ingetuind. Die had ons huis ingericht. En toen kwamen we thuis en toen leek het wel of er een bomontploffing was geweest. Dat was van boven tot beneden, had hij alle luxe flexen stuk gemaakt. En hij kon ook op het aanrecht springen, hij kon deuren openmaken inderdaad. Maar we hebben hem toch nog 15 jaar gehad hoor. Leuke hond voor de rest. Hartstikke leuk. Dat was het enige. Alleen moet je dan op zo'n moment moet je incasseren dan, hè? Want wie kon het beste incasseren? Je man? Mijn man was ook niet eens zo boos. Maar ja, we waren ook net getrouwd. Hè? Dan maak je je nog niet zo kwaad. Nee. Dan laat je je nog van je goede kant zien. Nee. Dat is onzin. Nee, maar dat is ook een dierenvriend. Die vindt het ook allemaal prima. En, of prima, ja. Dan zeg je, wat zielig eigenlijk. Dat hij is toch wel eenzaam geweest, dachten wij. En wel rot. En ja, zonde van die luxe flex. Maar nou, we moeten hem nu maar niet meer alleen thuis laten. Dus dat is, hij mocht voortaan altijd mee naar de zaak. Dus dat had hij goed afgedwongen. Oh, en ook mee dus in de zaak. Ja, de auto. Theater. Ja. En dat was in de tijd dat ik net de Takkenstraat geschreven had. En dat was een bijzondere hond. Want daar lag je in mijn kleedkamer. En als dan de show ten einde was, dat was 2 keer een uur, zeg maar. Hij lag al die tijd keurig te slapen. Je hoorde hem niet, hij blafte ook nooit. Maar als ik dan als toegift moest ik wel eens Takkenstraat even zingen. Met Tarzan Kalemaan, zou ik maar zeggen. En hij heette niet eens Tarzan, maar hij heette Corley. Maar dan kwam hij altijd vast het podium op. En dan lag je daar heel relaxed ook weer. Soms ook wel een beetje gênant. Ging hij even die poot omhoog en zijn ballen likken. Dat is ook niet hebben. Maar dat vond het publiek toch wel heel leuk. Dus ja, dat kan ik me voorstellen. Hij verdiende zijn geld alweer terug. Leuk. En maar nog even over het vosje. Ja. Want dus jouw hond die aanvaarde het vosje. Ja? Nou, nee, ik moet er nog eens even navragen. Het vosje liep bij wijze van spreken achter het glas. En de hond zat aan deze kant. En die blafte vreselijk, maar die vos reageerde daar niet op. Misschien was hij ook wel doof, denk ik nu ineens. Ach, dat je er nu achter komt. Ja, ineens in dit gesprek. Want ik snap het nog niet waarom die vos dus eigenlijk gewoon... Die kon je echt gewoon bekijken. Op een meter afstand liep hij hier rustig te snuffelen en alles. Terwijl de hond aan de andere kant tekeer ging tegen de... Ja. Ineens bedenk ik met vosje was... Ja, dat hij daarom ook overreden is. Denk het. Dat hij gewoon die auto helemaal niet hoorde. Hij lag er prachtig bij, dat wel punt gaaf aan de kanten. Ik ben met mijn kleinkindjes nog gaan kijken. Ja, ik weet ook nog niet, het was 13 januari was het. Ik dacht ook nog 13 ongeluksgetal. Op een, het was ook een koude winter. En daar lag hij ik ben even naartoe gelopen, gekeken. Ach, 6:15. Ja, ik kwam uit mijn werk. Hij was te vroeg ook. Een vosje hoort midden in de nacht eigenlijk pas te komen, hè. Dan... Maar je hoorde ook het ongeluk zelf? Nee. Ik kwam uit de vergadering en ik kwam aan en denk, hey, is dat een mijnvosje? Nou, dus... maar er worden veel vossen dood, geen al meer. Hoe wist je dat? Je ziet er per avond zie je er wel 4 of 5 langs de weg lopen. Oh, echt waar, er zitten er veel. Ook, hè? Ja. En hoe wist je dat het jouw vosje was? Ik kon het zien aan zijn pootje, want hij had 1 kort pootje. Ja. Een goed gegroeid pootje. Dus hij heeft eigenlijk nog wel lang een mooi leven. Ja. Ja, dan ben ik met de kindjes even gaan kijken. Konden ze zijn vosje van dichtbij bekijken, vonden ze interessant. En zo hebben we ook wel gekeken naar een reetje wat aan de kant van de weg... Ook een dood reetje. Niet stond, maar... met het gras nog...
In zijn bekje. Ja, en een aalscholver die daar wordt overreden met een visje. Oh, ja, visje leeft een aalscholver. We hebben wel een leuk goed gesprek. Ik kan uren vertellen hoor, over dieren ja, en ook, beesten. Maar en, het is ook zo leuk. Ja, het, is ook, nou, het zijn ook boeiende gesprekken, vind ik. Ja, en dan moet je... nee, het is ook het leuke voor Almere natuurlijk. Dat, ja, natuurlijk. Dat, ja. Mijn buurvrouw is Annemarie Jortsma. En dus wij zijn... Politie? Ja hoor, politie alweer. Amsterdam, hè? Heb je hem? Zeg het niet heb naar je jouw op camera? Ja, ik heb hem. Bij Annemarie Jortsma, dat is je... Ja, dat is mijn buurvrouw, ja. En heb je ook wel contact mee? Hoor. Ja, wel. Die, de man komt bij mij wel eens op de koffie en zo. Annemarie is net zo druk als ik. Dus, en ik heb de hond altijd, hè, over honden gesproken. Ja. Dat hadden we nog niet gehad. Dan komt Famke, want Annemarie die heeft 4 kleinkinderen en 2 dochters. En dat is altijd moeilijk uit elkaar te houden. Want je hebt Minke, Meike en Maaike. De 3, de dochters en de kleindochter. Geke, Jetse, Itse en Famke. Dus dat is nog wel... dat is toch wel heel veel kus. Heel veel... Kutjes. Heel veel kus op het einde. Kus. Ja. Ja, Famke, Minke, Maaike. Geke, Itse. En die kan je uit elkaar halen ook. Ja. Dat is toch leuk? Ja. Verder gaat het ook wel goed. Verder gaat het goed. Oké. Ja, nee, ik vind het wel leuk dat je dan ook weet hoe je leeft. Daar. Ja, je weet nou hoe ik leef. Ja. Gewoon honden, dieren. En een man. Mijn man heet Hans. Niks bijzonders. Nee, maar daar kan je wel erg mee lachen. Maar mijn man kan je lachen hoor. Oh, ja. Die is gezellig bij de koffie. Ja. Dat zou... Het zou ook wel een leuk liedje zijn. Mijn man heet Hans. Ja, ja. Nou ja, precies. Dat heb ik wel. Ik moet weer een nieuwe show schrijven. Dus, ja. Dat gaat wel de hele dag door mijn hoofd. Ik denk, oh ja, goed. Dus kan ik, ja, want hoe doe je dat dan? Want je show die nu loopt, van het moet niet gekker worden. Ja, het moet niet gekker worden. Die gaat nog een maandje. Tot 3 mei? Ja, ja. Tot 3 mei is de laatste voorstelling. En wanneer begin je dan weer met een nieuwe show? Nou, ik zit nu al als ik in de auto zit of zo af en toe even wat in te spreken. Of ik denk, ah, dan moet ik schrijven. Of, oh, dat is leuk. Of gewoon ideeën. En ik heb wel in het grote geheel heb ik wel in mijn... in mijn hoofd, zeg maar. Hoe het moet. Hoe ik starten moet. Hoe het eruit moet zien. Hoe die heten moet. En, maar invullen, dat doe ik dan later wel. Dat ik denk, ach, dat is een leuk type. Of die. Of, ja. Maar Greet, jij bent ook wel een leuk type. Nou, dank je. Ja? Doe mijn best. Ja. Maar, ik zou wel zo'n type willen doen. Eens, ja. Ik heb wel eens gedacht om... Je zou zo'n man moeten een zwerver, ja. Ja. Zo, ja. Zo. Ja. Ja, jij hebt wel eens een man gespeeld ook. Ja, ik heb ook wel heel een leuk ook. Ja, maar mannetje. Ik vind het zo fantastisch dat je al die jaren geweldige shows maakt. Echt heel spectaculair. Mensen die het niet gezien hebben. Nou, vroeger had je wel de Snippersnapplevue. En je hebt ook André van Duin show gehad. Maar jij bent eigenlijk, ga je nog steeds door met spectaculaire show. Met orkest, met koor, met, ja. Met verkleedpartijen. Ja, ja, maar het is geen revue-stijl, zeg maar, hè, bij mij toch. Het is toch, nee. Het is toch wel one woman, zeg maar. Maar ja, ik hou van kleur in het leven en in shows. En ik vind, het moet gewoon elke 10 of 5 minuten moet wat anders gebeuren. Dus ik hou van... ik heb inderdaad 3 meisjes in het orkest. Die ook zingen. Dit jaar nog, die ook koortjes zingen. En ze spelen goed trompet, saxofoon. Dansen, bewegen. En als ik denk, ach, ik heb eens ergens een figurant nodig binnen een sketch of zo, dan,
doe ik dat ook wel. Maar zeg maar, het is toch wel 80% sta ik toch wel alleen op podium. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar ik bedoel meer de grootsheid. Ja, precies. Het is wel een beetje breder. Ja, 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 had, dat je echt waar voor je geld krijgt als je in de zaal zit. Ja, nou, dat ik ben een kruideniers of een supermarktkind. Dus we hebben echt... mijn ouders hadden een supermarkt en ik heb ze gewoon 33 jaar lang non-stop zien werken. Geen vakanties, alleen de zondagen, zeg maar. En zo zijn we ook wel opgevoed. Niet zeiken, kom op, even door. Ja. En dat gaat al 31 jaar door mijn hoofd. Als ik wel eens denk van, ik vind het ook moeilijk hoor, ik vind het ook zwaar. Dan hoor ik mijn moeder zeggen, doorzetten. Het wordt weer ochtend, het wordt weer avond. En dan, oké. En mijn moeder is ook 87, klaagt nooit, zeurt nooit, gaat nog op de fiets. Doorzetten. Hup, die rug weer recht en daar gaan we weer. Hup. Dat hebben wij allemaal wel meegekregen. Alle kinderen wel, moet ik zeggen. Alle vier. Maar ik vind het wel knap dat jij dat... want je moet in je eentje de kar trekken. Het is jouw eigen bedrijf ook. Hè? Ja, ja, het is eigenlijk niet zoals Anne Everduin bij Joop van den Ende. Nee, die altijd... Nee. Ik moet het zelf schrijven, bedenken en doen, maar dat vind ik ook heel leuk, want mijn gedachten staan toch nooit stil. En dat is wel goed, goede therapie gewoon, om ook eens aan vrolijke dingen te denken, toch? Ja, en weet je al hoe je nieuwe show gaat heten? Ja, die heet Gewoon Doen. Gewoon Doen? Dus niet Gewoon Doen, maar, nee, gewoon, maar gewoon Doen. Doen. Een beetje die strijd ga ik wel aan. In, precies. Ja. In, ik had het ook doorzetten kunnen noemen. Nee, maar het is gewoon doen. Ja. En ik zeg eigenlijk misschien, want dat zit natuurlijk in me, misschien gewoon doen. Maar ik heb een uit Miami, want ik zit zomers veel in Miami. Daar wonen ook mijn kleinkindjes en mijn familie. En daar ben ik heel veel. En daar heb ik een zogenaamde personal assistant die alle grootheden heeft geadviseerd. Die neem ik zogenaamd mee naar mijn show. En die gaat mij zeggen, just do it. Hè? Of course, jij moet allemaal heel goed. Je moet veel bigger. En ik zeg eigenlijk, ja, maar ik ben een supermarktkind. Moet ik nou niet gewoon doen? En dat gaat door elkaar heen lopen en dat wordt heel leuk. Nou, wat leuk. Ja. Ik denk dat mensen nu al nieuwsgierig zijn. Want je bent dus een supermarktkind, dus die reclame voor C1000. Ik was zeer betrokken. Ja. Gisteren heb ik toevallig Harry gesproken van de Albert Heijn. Die kwam ik toevallig tegen. En zei, jij bent Albert Heijn. Maar ik had altijd een hekel aan de Albert Heijn. Want wij waren Spar Supermarkt en die Albert Heijn, dat was de concurrent natuurlijk. Ja. Maar de Spar, daar ga ik ook de Spar noemen, want anders dan lijkt het of het reclame is. De Spar, die had vroeger ook die slogan, kopen bij de Spar is sparen bij de koop. Ja, wat goed dat je dat nog weet. Dat was een van de eerste met de zegeltjes, geloof ik. Hè? Ja. En nu is het alles, Pieter Gruiter had het vroeger ook in Amsterdam. Gruiter, ja. Pieter Gruiter, Peter, 10% en betere waar, geloof ik. Oké. 10%. Had je ook het snoepje van de week? Ja, snoepje van de week, weet ik ook nog, Gruiter, maar die tijd komt wel weer terug ook. En, want nu ben je dus bezig met de nieuwe show, met het voor te bereiden. Heb je dan ook zelfvertrouwen dat je denkt van het komt goed? Want wanneer heb je de eerste try-out? Ja, de eerste try-out heb ik pas in oktober. Dus ik heb nog even, hè? Ik bedoel, juni, juli, augustus, september om te schrijven, oktober beginnen. Ik heb echt wel, als je me straks in september spreekt, dan schrik je. Ik weet wel, ik heb wel met Van Duinen, mijn dingen, wat heb je nou gezegd? Ja, het zit allemaal in mijn hoofd, maar ik moet het ook nog even. En heel veel dingen ga je over twijfelen. Ik bedoel, wat je geschreven hebt, ligt in de prullenbak. Ik moet minder weggooien, daar kom ik wel achter. Want de dingen die ik eigenlijk bewaar, die gewoon recht uit mijn ziel komen, die werken eigenlijk nog best. En ik ben aan de andere kant perfectionist. En dan wil ik dat het heel mooi klinkt en nog beter. En dan ga ik het 5 keer verbeteren en dan gooi ik het uiteindelijk weg. En dat moet ik niet doen. Dus gewoon eerst het gevoel. En dat heb ik wel met regisseur Jasper Verheugd ook wel afgelopen jaar wat meer vertrouwen. Maar sowieso, ik heb al 22 shows geschreven, hè. En ik schreef ze in de zomer ook en nog 6 tv-shows helemaal. Ik bedoel, ik schreef ze in de zomer en had ik kleine kindertjes thuis en alles en asielhonden. Maar ik heb wel eens, ja tuurlijk heb ik momenten als ik zit te schrijven. Ik weet echt niet meer, niks is leuk. En je heel erg twijfelt aan jezelf, tuurlijk. Mijn broer heeft dus geroepen, dat was bij show 7 of 8.
Dan kwam hij op zondag, die kwam bij mij op zondag, lekker op de koffie of mijn moeder, weet ik het. Ik krijg het niet geschreven. En, En dan, maar nou is het echt erg. Wel, nee, je hebt het altijd bewezen. Het gaat altijd lukken. En als het niet lukt, dan heb ik altijd de slogan van mijn schoonzusje in mijn hoofd. Dan lukt het niet, er komt geen derde wereldoorlog van. Huh? Ja, dat is ook wel een heel nuchter. Dat vind ik ook, ja. Ja. Maar ik heb wel vertrouwen, het komt goed. Ik weet nu wel wat mensen leuk vinden of wat je vertellen kan. Ja. Dus. Nou, ik hoop dat je het nog heel lang gewoon doet ook. Ja. Met vosjes en met honden en met je man. Heertjes, en ja. Met je succes. Dankjewel. En dan gaan wij als publiek weer van je genieten. Hartstikke goed. Dan mag ik je bedanken. Ja, dan gaan we moeten... Ja, langs... Overschakelen, ja, leuk. Kijken wat dominee Grendert ervan vindt. Ja, ja, ja. Oh, wat een fijn... Wat een fijn gesprek. Wat een fijn gesprek tussen Tineke en Margreet. En zo ken je Tineke Schouten helemaal niet. Wat een vrolijkheid, wat een ontspanning. En ik zou trouwens haar moeder, die zou ik ook wel eens willen zien. Zoals zij over de moeder sprak, als een groot voorbeeld. Zo'n lieve kruideniersvrouw. Niet zeuren, maar gewoon aan het werk. Weet je wel? Gewoon aan het werk. Gewoon doen. Gewoon doen, zoals ook de nieuwe show van Tineke Schouten heet. Gewoon doen. Ja, ja. En dan, och ja, oei, dat verhaal ook van het manke vosje. Het grijpt mij dan zo aan, het manke vosje. En dat manke vosje ook helemaal niet reageerde op het geblaf van de hond van Tineke. Dus die hond stond aan de ene kant van het raam. Bam, 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 bam. En dat manke vosje, die hoorde het helemaal niet. Omdat het manke vosje misschien doof was. Zoals Tineke in het gesprek ineens besefte. Volgens mij, misschien was hij wel doof. Ja, het dove manke vosje. Er bestaat trouwens een opera van de componist Janicek. Het sluwe vosje. Hele mooie opera. Nou ja, zo kom je van het een in het ander, dames en heren kijkers. En wat mooi ook dat Tineke altijd honden uit het asiel haalt. Wat mooi, wat goed karakter. En dan het liefst nog honden die er al het langste zitten. Die hebben het hardste nodig om vrij te komen. Wat een fijne vrouw. En een groot comedienne met een goed karakter. Nou, wat is er toch weer veel gebeurd in de afgelopen 50 minuten, dames en heren kijkers. Je krijgt gewoon weer lekker veel energie. Je krijgt lekker veel energie en levensvreugde ook. Nou, ik wens u nog een fijne voortzetting, een dynamische week en een aangenaam etensmaal. Ja, nou ja, toch zit je er wel even over te denken, wat hij zegt. Daar ben ik het ook wel mee eens, dat je zo'n goed karakter hebt. Ja, het is toch wel... Nee, Kan je kreng zijn ook? Nou, kreng is een groot woord, maar... Tuurlijk wel. Ik kan wel pesten. Oh, dat is ook wel goed ook hoor, want pesten wordt altijd zo naar over gedaan dat je helemaal niet mag pesten. Maar je kan pesten ook uit liefde. En lekker een beetje pesten. Ja. Nou, dat was het weer. Ik hoop dat u genoten hebt van deze bijzondere uitzending. Er is weer heel veel langsgekomen. Mensen hebben weer lekker uit kunnen praten. Schreeuwt van de daken dat het een programma is waar je uit kan praten en wat hoogstaand is. Tot de volgende week dan. Dag! Soep!